Melvin Platje, goedenavond. Yo. 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 Ja, zeker. We hadden net al een soort gesprek met je, maar toen hoorde je het niet. Welkom terug in Nederland. Welkom terug in de Jupiler League. Waarom Telstar, Melvin? Dankjewel. Nou, Telstar, ik heb een goed gesprek gehad met de trainer Mike Snoei. En het beviel me wel erg. En het is ook niet zo ver van huis. En ik heb een gesprek gehad daar even de jongens. Ik heb even mijn weekje mogen meetrainen. Even kijken of het me beviel. En het beviel me echt top. En het is ook niet zo ver van huis. Lekker dichtbij. En proberen wat goals te maken daar. Ja, proberen wat goals te maken. Maar wat sprak je zo aan in het gesprek met trainer Snoei? Dat je dacht, ja, hier ga ik voetballen. Nou, vooral, ik heb aangegeven dat ik graag aan de rechterkant en naar binnen wil spelen. En kort naast de spits. En we hebben een balvaste spits, een grote sterke balvaste spits. En dan kan ik mooi achterduiken. En hij vond precies hetzelfde. En dat sprak me wel aan. Ik heb daar ook veel bij Volendam gevoetbald vroeger, aan de rechterkant. En bij VVV ook. En heb ik ook best wel veel goals gemaakt. En daar voel ik me toch wel lekker. Ja, Kees, hebben jullie ooit samen gespeeld? Nee. Nee? Elkaar net misgelopen? Ja, wel tegen elkaar. Tegen elkaar? Volgens mij, in de Eredivisie. Oké. Ja. Maar ja, jammer, ik dacht leuk bruggetje. Kees er ook gezellig. Oh, Palingboer. Kees gezellig. Nee, we hadden het net over jouw carrière, Melvin, dat we dachten over bijzondere keuzes in iemands loopbaan. Ja, daar kan je wel aardig over meepraten. Ja, ja. Ja. Ja, ik heb denk ik wel even kijken. 7-8 clubs gehad, denk ik. Frankrijk, Duitsland, Azerbeidzjan, Zweden. Wel allemaal avonturen, maar in Nederland heb ik wel mijn beste jaren gehad. En in buitenland is het gewoon heel moeilijk slagen. En als je daar 1-2 wedstrijden die geen goal maakt, dan schuif je ze meteen naar de kant, weet je. En dat is best wel lastig om te slagen. En in Nederland, dan heb ik wel altijd wel mijn goaltjes meegepikt en zo. En die vind ik ook wel heel lekker om in Nederland te zijn. Ja, heb je geld gehad eigenlijk altijd? Ja. Wat zei je? Heb je altijd je geld gehad in het buitenland? Ja, ik heb altijd wel mijn geld gehad, ja. Wel in Azerbeidzjan had ik wel een keertje 2 maanden moest ik op mijn geld wachten. En toen had ik mijn zaken even over laten bellen. En daarna had ik wel alles in één keer gehad. En daarna ben ik ook weggegaan. Dus dat geld de enigste. Dat was het enige spul dat ik 1 keer 2 maanden moest wachten in Azerbeidzjan. En in Duitsland en in Frankrijk en zo, dat is allemaal gewoon hetzelfde. Dus in Nederland betalen ze altijd op tijd en zo. Dus daar heb ik wel gelukkig nooit problemen mee gehad. Nee, dus als jij ooit een naam die krijgt uit Azerbeidzjan, Tim, kan je gewoon. Dan kan ik Melvin bellen en vragen. Moet je gewoon even Melvin bellen, ja, of je het geld wilt krijgen. Hey, maar Melvin, een beetje verkeerde stad start gekregen bij Telstar? Ja, het was. Je moet altijd kijken, hij ging als een wijf een beetje liggen, weet je, die gozer. Maar ja, het was gewoon dom van mezelf. Ik duwde hem gewoon een beetje. Hij schoot de bal niet uit. Iemand van ons lag op de grond, weet je. En werd ik gewoon een beetje boos. Daarvoor had ik ook al een kans gemist. Dus ik was wel een beetje boos. En toen duwde ik me gewoon bij zijn keel. En dan ging hij als een wijf ging een beetje liggen. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon mijn eigen fout natuurlijk. Ik moet gewoon in de spiegel kijken. Ja. Dus het was wel een beetje dom. Maar er was geen rode kaart. Die scheids was ook nog een minuut aan het wachten. Okay. Voordat hij die rode kaart gaf. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon dom. Hij zat niet eens in de samenvatting, de deal. Nee? Ik heb hem niet gezien. Okay, de duw zat niet in de samenvatting. Nee, alleen nee, dat je wegliep. Dus ik weet niet eens wat er gebeurd is. Ja, heb jij ook nee, een keer wat gehad, ik duwde hem gewoon bij zijn borst hier. En meer was er niet aan de hand. En hij ging helemaal liggen alsof hij vermoord werd of zo. Ik had hem beter een echte tik kunnen geven. Nee. Hey Kees, jouw actie zat er ook niet in toen jij rood kreeg tegen Jong Utrecht? Nee, ook niet. Okay. Nou, bij jou was het zo weinig was er ook aan de hand. Ja. Ja. Maar Melvin... Heel de rode kaart gaat, Kees. Ja, Jong Utrecht vorig jaar. Ja, 2-2. Oh, vorig jaar? Oh, oké. Ja, heel smerig actie van Kwakman. Maar hoeveel wedstrijden moet je brommen, Melvin? Ja, ze hebben me 2 wedstrijden gegeven. Dus 3 wedstrijden en 1 voorwaardelijk. Dus ik ben vrijdag nog 1 keer geschorst. En dan die week erop tegen AZ, Jong AZ. Dat is dus 1 wedstrijd minder dan Peersman? Ja. Jezus Christus. Hij krijgt 2 wedstrijden en Peersman krijgt 3 wedstrijden. Die schopt iemand het ziekenhuis in. Is er niet te geloven? Ja, maar dat komt door de club zelf, wist je dat? De clubs willen zelf geen hoge strafmaat hebben. In de amateurwereld is het wel zo.
Ja. Dus daar krijg je echt voor het minst of geringste drie, vier wedstrijden aan je broek. Nou ja, daar, maar dat is ook wel weer eens. Want ik heb vorig jaar bij tweede bij ons in de derde divisie een paar. Zijn twee jongens drie wedstrijden geschorst. Dat ging helemaal nergens over. Nee. Echt voor een klein tikkie. Dus dat is wel weer. Die keepster laatst, die kreeg 7 wedstrijden. Die van keepster van Ajax, die gaf een klein tikkie bij iemand in de buik. Maar die vallen onder amateurregels. Ja, precies. Ja. Dus, je kan ook overdrijven, maar zo'n Peersman, die moet toch gewoon 7 wedstrijden Maar die actie van Melvin doet mij denken aan een teamgenootje van mij. Die gaf ook iemand een zet zo. Die kreeg gewoon 7 wedstrijden. Ja, nou ja, dus er moet wel je bent goed weggekomen, Melvin. 2 wedstrijdjes, maar wat zijn nou 2 wedstrijden? Wat, sorry? Nee, ik zei, je hoeft maar 2 wedstrijden te zitten. Tot slot, Melvin, hoeveel ga je erin schieten voor de Witte Leeuwen? Ja, ik hoop dat ik hier gewoon 15 plus ga scoren. Dat is in ieder geval mijn doelstelling en ik hoop dat het wel gaat lukken. En ik ga er gewoon mijn best voor doen en hoop dat het gaat lukken. Goed je gesproken te hebben, in ieder geval heel veel succes, Melvin. En we houden contact. Hartstikke bedankt en succes daar, hè.